Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Deze vlog gaat net iets anders zijn dan normaal gesproken, want ik heb mijn vlog gisteren opgenomen. Alleen de kinderen vinden het tegenwoordig echt super leuk om in beeld te komen of er doorheen te kletsen. Dus dat zorgt ervoor dat ik niet alle stukjes kan toelichten zoals ik dat eigenlijk heel graag met jullie wil delen. Dus de vlog heb ik gisteren opgenomen en ik ga nu het een en ander bij elkaar kletsen. En hopelijk vinden jullie dan toch leuk om het op deze manier te zien. Nou, het was gisteren de dag voor Vaderdag, een zaterdag dus. En ik begin mijn dagje met een ochtendje werken. Ik was alleen vergeten in de ochtend meteen te vloggen. Dus ik heb het ontbijtje al een half op. Ik had alvast wat yoghurt en fruit en muesli op. En daarna pakte ik nog wat crackers erbij. Nou, het zou gisteren een heel warm dag zijn geworden. En dat was het uiteindelijk ook echt wel geweest. Voorheen zou ik dat echt wel heel spannend hebben gevonden. Vooral zomerdagen zoals gisteren. Ik bedoel, ik was altijd heel erg onzeker over mijn armen en mijn benen. En ik had heel vaak het gevoel dat ik mezelf dan eigenlijk maar moest verbergen. En op dagen als gisteren stond ik er soms nog heel even een milliseconde bij stil. Maar daarna trek ik gewoon iets uit de kast waarvan ik had het gevoel had dat het nodig was om de dag zo goed mogelijk door te komen. En omkleden en dan gaan. Wij gingen namelijk in de middag naar de stad toe. Ik had mijn man getrakteerd op een massage voor Vaderdag. En ondertussen ging ik met de kids en mijn zus gingen nog heel even op pad. En als lunch gingen we lunchen bij de Foodhall hier in Arnhem. Het is een heel leuk tentje waarbij je echt verschillende soorten keukens, of ja, restaurantjes, kraampjes, hoe je het wil noemen, bij elkaar hebt. Het is elke keer weer even afwachten welke er nog zijn en welke nieuwe er zijn gekomen. We zijn ook echt al een tijd niet meer geweest. En zoals altijd konden we natuurlijk niet kiezen, dus we hadden ervoor gekozen dat iedereen een gerecht mocht kiezen. En de meisjes kozen uiteraard iets zoets, dus zij hadden een crêpe met witte chocolade en aardbeien. En ik ging natuurlijk gewoon voor Mexicaans eten, want dat is echt een van mijn favoriete keukens. Dus ik had quesadillas, twee soorten, met guacamole erbij. Toen was het toch tijd voor boodschappen. We hadden gisteren uiteindelijk besloten om 's avonds met z'n allen een barbecue aan te steken. Om daar lekker van te eten. En terwijl we daar waren, mochten de meisjes bij een kraampje een schort knutselen voor hun vader. Dat was wel heel leuk. Ik had tussendoor nog iets lekkers gevonden, iets echt
voor mij een beetje nostalgisch. Maar het is ook wel echt heel erg lekker op zo'n warme dag. Ze noemen het crash jelly. De pudding zelf op zich is eigenlijk niet zo heel erg smaakvol. Het is echt een suikersiroopje wat je erbij doet. En dan leg je het gewoon echt heel ijskoud in de koelkast. En dat maakt het gewoon heel erg verfrissend. Ik zie wat jij niet ziet. Het is. Oh, maar wie jij dan met mij? Snap ik heel goed dat je wel. En in de avond na het werk zijn we nog lekker buiten blijven zitten. Iets wat we tegenwoordig helemaal niet meer zo vaak doen, maar iets wat ik eigenlijk op dat moment heel erg fijn vond. Ik merk tegenwoordig dat we echt gewoon dag in dag uit gewoon aan het hollen zijn. En ben je op? Als de kinderen eenmaal op bed liggen en ik ben klaar met werken 's avonds, dan gaan we al heel snel naar bed. Want ja, wie weet wat de nacht brengt, wie weet of het volgende dag brengt. Maar daarmee vergeten we eigenlijk ook heel vaak tijd voor onszelf. In ieder geval, ik merkte dat heel erg en ik had het echt heel erg gemist. Dus ik was blij dat we gisteren gewoon na het werken nog even buiten gingen zitten. We hadden nog het vuurtje aangestoken, wat lekkers te drinken erbij gepakt. En we gingen zelfs nog een spelletje doen. Iets wat we echt heel leuk vinden om te doen, maar waar we gewoon eigenlijk nooit tijd voor vrijmaken. Ja, dat was fijn. En ik hoop dat we dat vaker gaan doen. En dat we vaker stilstaan bij dat soort momenten. Dat het misschien dan er wel voor zorgt dat we vanochtend hartstikke moe waren. Omdat het iets later is geworden dan het normaal gesproken was. Maar dat het op een andere manier toch wel heel erg waardevol was geweest. Dus ja, dat was een hele mooie afsluiter van de dag. Ik hoop dat je het in ieder geval toch leuk vond om mijn vlog op deze manier te zien. Het is iets anders dan je normaal gesproken van me gewend bent. Maar dat was voor nu even niet anders. Dus ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende keer.